onbekend, niets onbemind. Vermoedelijk is Sulpicia de enige dichteres uit de Latijnse literatuur van wie we enkele versen bezitten. Waar en wanneer ze geboren werd, wie ze was en wanneer ze gestorven is ons evenwel niet bekend. Zij moet haar vader, Servius Sulpicius, als kind verloren hebben, waardoor haar oom Valerius Messala Corvinus, 64 voor Christus, tot 13 na Christus, tot voogd over haar werd aangesteld. Wellicht was hij de broer van haar moeder, Valeria. Messala kon bogen op enige roem als krijgsheer. Hij had ook een literaire kring rond zich, waartoe dichters als Tibullus en Cornutus hebben behoord. We mogen ervan uitgaan dat Sulpicia beiden gekend heeft en dat zij via de kring van haar oom op een speelse wijze in contact kan gekomen zijn met poëzie. Wellicht heeft ze zich dankzij die informele contacten en de goede opvoeding die ze via haar oom kreeg, uiteindelijk zelf aan enkele gedichtjes gewaagd. Sulpicia, uniek. De amper 40 versen van Sulpicia die via Tibullus tot ons kwamen zijn geschreven in eenvoudige, elegische distiga. Ze zijn iets wat moeizaam geformuleerd, maar ze zijn zeer direct en persoonlijk. Op emotionele en toch vrijgevochten manier richt Sulpicia zich tot een zekere Carinthus die met haar gebroken heeft. Vermoedelijk was dit trouwens een schuilnaam voor Cornutus. In dat geval zal Tibullus de situatie zeker van dichtbij hebben kunnen volgen. Hij zelf of Cornutus hebben enkele antwoorden op Sulpicia's versjes geschreven. De stijl daarvan steekt sterk af tegen de iets wat simpele poëzie van het meisje. Haar versjes lijken zo uit een dagboek te komen. Op enkele papieren snippers of andere fragmentjes na zijn dit in elk geval de enige lyrische ontboezingen van een vrouw die ons in de Latijnse literatuur bewaard zijn gebleven. Dat gegeven alleen al verleent er een toch wel bijzonder aura aan. De zes Sulpicia-gedichtjes bevinden zich in het vierde boek Elegien van het Corpus Tibullianum. De chronologie ervan is betwist.